Een bewoner van de Rietgorshoek in Spijkenisse is donderdagavond in zijn huis door twee mannen mishandeld. De politie vond hem na een melding met zichtbaar letsel en in verwarde toestand. Mogelijk is er sprake geweest van een roofoverval. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Fikse regenbuien hebben donderdagavond op verschillende plaatsen tot overlast geleid. In onze regio kreeg Papendrecht de volle laag. Straten stonden blank en de brandweer moest pompen inzetten om het overvloedige water weg te krijgen. Vooral rond de schoolstraat konden de putten de afvoer van het hemelwater niet aan. Voor zover bekend heeft de regen niet tot grote schade geleid. De politie heeft een bescheiden wietplantage gevonden op een eilandje aan de Kortenbachsingel in Rotterdam. Er moest een ladderwagen van de brandweer en een loopplank aan te pas komen om de hennepplanten op te ruimen. De plantage werd ontdekt doordat een voorbijganger een sterke wietlucht had geroken. Hij meldde dat bij de politie. Naar de eigenaar van de planten is de politie nog op zoek. Vrijdag hebben we te maken met wolkenvelden. Tussendoor is er soms wat ruimte voor de zon. Het blijft overal droog, dus prima vakantie weer met temperaturen van ongeveer 19 graden.